Aad de Groot is dé man achter het landelijke Parkinson-tennistoernooi. Als patiënt weet hij als geen ander hoe het is om te leven met de ziekte waarbij zenuwcellen afsterven. Hij besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten en anderen te motiveren. Ik ga graag uitdagingen aan. En zelf heb ik dus ook Parkinson. Maar je wil af en toe toch nog bewijzen dat je nog wel wat kan. En soms een uitdaging aangaan waarvan de meeste mensen zeggen, ja, dat ga je niet lukken. Op het moment dat ze dat zeggen, ja, dan nog een tandje bij. En dat gevoel wil hij ook aan anderen overbrengen. Op de baan voelen de Parkinson-patiënten zich vrij en hebben ze minder last van het belangrijkste kenmerk van de ziekte, trillen. Met Parkinson moet je dus goed blijven bewegen en dan is dit soort dingen echt een uitstekende gelegenheid om dat ook te doen. Je moet je concentreren. En je moet toch ook hard lopen, je moet snel reageren en dat is wel moeilijker, maar het is wel goed voor de mensen om dat toch goed te blijven doen. Naast een partijtje tennis is het vooral ook fijn om onder lotgenoten te zijn. Nou, ik vind het een schitterende dag, want ik kan lekker beven zonder dat maar gevraagd wordt van meneer, wat mankeert u? Ja. Het tennistoernooi is in het 3-jarig bestaan uitgegroeid tot een succes waar steeds meer deelnemers op afkomen. Er is sowieso bereikt dat ik steeds een klein stukje minder aan de weg hoeft te timmeren, want ja, het wordt een klein beetje traditie en we trekken veel mensen aan die al een jaar geweest zijn en zegt het voort, het werkt. Ik tenniste daarvoor ook en ik roep tegen iedereen die Parkinson heeft, blijf vooral doen de sport die je altijd gedaan hebt, dat is gewoon heel erg goed voor je. Achter de geraniums zinnen is geen optie, want als je dat doet dan ga je heel snel bergafwaarts.